Zip. Een hele goede middag vanaf het balkon in de Ridderzaal in Den Haag, waar de gasten hun plekken al aan het innemen zijn. En die gasten zijn hier voor een zogeheten bijzondere verenigde vergadering. De Eerste en de Tweede Kamer vieren 200 jaar Staten-Generaal. En die viering gebeurt in aanwezigheid van alle Kamerleden, leden van het kabinet, hun collega's uit het Caribisch gebied, de ministers van staat en ook koning Willem-Alexander is aanwezig. En zo'n verenigde vergadering wordt altijd geleid door de voorzitter uit de Eerste Kamer. En dat is Ankie Broekers-Knol van de VVD. Eerder vanochtend sprak ik met haar en met haar collega-kamervoorzitter Anouska van Miltenburg hier buiten na de onthulling van een speciale plaquette op het Binnenhof. Hallo. Beetje dichtbij, dame. Oh, ik vind het mooi. Waarom is het zo belangrijk voor u dat die 200 jaar Staten-Generaal gevierd worden? Omdat je daarmee aangeeft hoe belangrijk de democratie is en dat Nederland al 200 jaar een democratisch land is met een hele goede afgewogen volksvertegenwoordiging. Het is natuurlijk een hele drukke tijd nu. Het asieldebat staat hoog op de agenda. Hoe voelt het om in zo'n situatie feest te vieren? Nou, in die 200 jaar zijn er natuurlijk heel veel hele moeilijke momenten geweest. En dat hoort bij een democratie, dat je over hele moeilijke dingen ook praat. En ik denk des te meer reden om ook te vieren dat je dat al 200 jaar uiteindelijk op een goede manier en op een democratische manier kunt doen. En in die 200 jaar is er natuurlijk ontzettend veel veranderd, ja. Waaronder de omgangsvormen. Is het nou moeilijker om orde te houden in de Kamer? Nou ja, ik was er 200 jaar geleden niet bij, dus dat weet ik niet. Ja. Maar laten we zeggen 30 jaar geleden. Nee, er is een boek uitgekomen over 200 jaar Tweede Kamer. En daar kun je ook in teruglezen dat het van alle tijden is dat het ingewikkeld is. En dat het bij vlagen soms heel moeilijk is. En dan gaat het weer een tijdje goed. Maar 30 jaar geleden hadden we Boer Koekoek. Nou, die kon er ook wat van in de Tweede Kamer. Daar wordt met emotie wordt er gedebatteerd. Nou, dat kan zo nu en dan de verkeerde kant op vliegen, als ik het zo even mag uitdrukken. Nou, en dan vind ik als voorzitter kun je dat aangeven dat het eventjes weer op het rechte spoor moet komen. Dus ja, wat dat gaat komen in de toekomst, weet ik niet. Dat zien we wel. Maar daarvoor is er een voorzitter. Wat was voor u nou het meest gedenkwaardige moment? Het moment dat er gevraagd was om hoofdelijke stemming. En dat uiteindelijk degene die dat gevraagd hadden zei van nee, ik hoef het niet, want het debat is heel helder geweest. En dat toen de fractievoorzitter van GroenLinks, die zag dat als het per fractie gestemd zou worden, hij was tegen het wetsvoorstel, zouden ze het winnen. En die heeft toen toch gezegd nee, we houden het bij hoofdelijke stemming, want het ging erom dat degene die er niet was, als iemand van de SGP, meneer Holdijk, die was doodziek. En dat was net uit de balance. En dat vond ik een heel mooi moment. Dat hij wist dat hij op dat moment, meneer Thissen van GroenLinks, dat hij het wetsvoorstel zou verliezen. Dat was heel goed. En voor u? Nou ja, wat mooi en onvergetelijk is, is dat ik als voorzitter heb mogen meemaken dat er een troonswisseling is geweest. Ja, dat zijn historische momenten. Daar ben je van bewust op het moment dat je een telefoontje krijgt. In mijn geval van de minister-president, koningin Beatrix heeft besloten om terug te treden. Dan weet je van nou, we gaan nu een periode in die geschiedenis is. Want dat gebeurt maar één keer in de 30 jaar in Nederland. Ja, dat is heel bijzonder als je dat mag meemaken. Dank u wel beiden en een fijne dag. Dank u wel. Op 16 oktober 1815, vandaag dus precies 200 jaar geleden, vergaderde de Eerste en de Tweede Kamer voor het eerst hier in Den Haag. En dat was ook het begin van het tweekamerstelsel, zoals we dat nu nog steeds kennen. Een kort historisch overzicht van hoe dat stelsel precies is ontstaan. Eerlijk is eerlijk, er bestond al heel lang een Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. En de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden was er eigenlijk al in 1814. Met maar één kamer. Maar toch, de grondwetswijziging van 1815 is het officiële startpunt van de nationale volksvertegenwoordiging zoals we die nu nog hebben. Met twee kamers. Een wens van koning Willem I. Provinciale staten kiezen de leden van de Tweede Kamer. Die mogen wetten indienen en veranderen. De Eerste Kamer mag een wet alleen goed of afkeuren. De koning benoemt de leden en dus haalt geen enkele wet de eindstreep als de koning dat niet wil. Dat verandert in 1840
De Staten-Generaal is ontevreden over hun beperkte invloed. Willem I ziet de bui al hangen en treedt af. Zijn zoon en opvolger, Willem II, krijgt te maken met de eerste grondwetswijziging die de Kamers, het parlement, echt meer macht geeft. Willem II spartelt flink tegen. Maar als in Europa collega-vorsten worden verjaagd en soms onthoofd door revolutionairen, kiest hij eieren voor zijn geld. In 1848 wordt de grondwet opnieuw gewijzigd, heel drastisch zelfs. De koning is definitief zijn beslissende macht kwijt. De volksvertegenwoordiging, het parlement, heeft het voortaan voor het zeggen. 4 maanden later overlijdt Willem II. Willem III is de eerste vorst die in de praktijk te maken krijgt met de ministeriële verantwoordelijkheid. De koning is dood, leven het parlement. Tijdens de viering die hier straks dus begint, staat de betekenis van beide kamers voor de Nederlandse samenleving en de democratie centraal. De 2 kamervoorzitters zullen spreken, evenals premier Rutte. Er worden ook filmpjes vertoond over de rol van de Staten-Generaal. En er zijn optredens, onder andere van singer-songwriter Douwe Bob. Ik denk dat het nummer hier heel erg goed bij past. Het gaat over doorgeven van liefde, respect en normen en waarden. En ik vind op zo'n dag als deze, de viering van democratie. Ik denk dat het er goed bij past. En wat heb jij met het thema 200 jaar Staten-Generaal? Ik ben heel democratisch aangelegd. Dus daar heb ik zeker wat mee. Ik vind het heel tof om hier te mogen zijn. En ook dat, weet je, BMX en zo. En ik vind het heel tof dat die soort, dat we die dingen, dat die dingen samenkomen. Hoe gaaf is het sowieso dat er een BMX'er hier zijn ding staat te doen, weet je. Een beetje rock'n'roll in de ridderzaal, is mooi. En de gasten zijn nu in afwachting van de binnenkomst van de eregast van vandaag, koning Willem-Alexander. En op die gastenlijst heel veel bekende namen. We zien daar oud-premier Wim Kok en ook Piet de Jong, oud-minister-president van 1967 tot 1971. Eerder dit jaar, in april, vierde hij zijn 100ste verjaardag. Emiel Roemer zien we daar zitten, mevrouw Tom de Graaf van D66... Dat is Deetman, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. En ook Bukman is te zien. Dat is mevrouw López Tromp, statenvoorzitter van Aruba, naast premier Rutte. Art van der Steur, samen met Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie. Ook veel oud-kamervoorzitters dus. Jeltje van Nieuwenhoven zit in de zaal. Gerdy Verbeet. Burgemeester Van Aartsen is er niet. Hij is druk met de vluchtelingenopvang in zijn stad. En daar is koning Willem-Alexander. De koning! Ik open de bijzondere verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Graag heet ik u, majesteit, excellenties, dames en heren, allen van harte welkom
in de Ridderzaal. In deze bijzondere verenigde vergadering ter viering van het 200-jarig bestaan van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 16 oktober 1815, vandaag precies 200 jaar geleden, kwamen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer elk afzonderlijk en gezamenlijk voor het eerst in Den Haag aan het Binnenhof in vergadering bijeen. De Eerste Kamer vergaderde voor het eerst in de Trevenzaal en de Tweede Kamer in wat nu de Oude Zaal heet. Na afloop van die afzonderlijke vergaderingen voegden de leden van de Eerste Kamer zich bij de leden van de Tweede Kamer en hield koning Willem I een troonrede ter opening van de eerste gewone zitting van de Staten-Generaal als bicameraal parlement van Nederland onder de grondwet van 1814, zoals die in 1815 was gewijzigd. De ceremoniële verenigde vergadering van de Staten-Generaal van vandaag staat in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Aan de hand van 3 korte films en 3 eveneens korte toespraken die omlijst worden met muzikale en artistieke optredens van jonge talenten. Leden der Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. Nederland kent een lange traditie van democratie. Het hart van die democratie is ons tweekamerstelsel. En dat bestaat nu 200 jaar. De Eerste Kamer wordt indirect gekozen. De Tweede Kamer direct. En ze zijn allebei medewetgever en controleren de regering. Tegenwoordig zijn er in totaal 225 Kamerleden. En zij kiezen de Tweede Kamerleden. Iedereen met een Nederlands paspoort, die ouder is dan 18 jaar en ook daadwerkelijk gaat stemmen. 200 jaar geleden werkte dit compleet anders. 1815. Politieke partijen zijn er niet. Het volk heeft geen stemrecht. Er is wel een nieuwe grondwet waarin het tweekamerstelsel is vastgelegd. En een koning. Hij kiest de Eerste Kamerleden zelf uit. En al wisselde het aantal nogal eens, het waren er wel minder dan nu. De Tweede Kamerleden worden door de Provinciale Staten aangewezen. Ook wat minder. Alle Kamerleden zijn rijke mannen in deftige kostuums. Benoemd door andere rijke mannen. Tot 1848. Dit Kamerlid is de motor achter een cruciale grondwetsherziening. Johan Rudolf Thorbecke. Ministers leggen vanaf dan verantwoording af aan het parlement en niet meer aan de koning. En de Tweede Kamer wordt direct gekozen. Nou ja, alleen nog door rijke mensen. Boven de 23. En dan nog alleen de mannen. Toch wordt hier de basis gelegd van onze huidige parlementaire democratie. In de tweede helft van de 19e eeuw gaan Kamerleden steeds meer samenwerken op basis van godsdienst of politieke overtuiging. Er ontstaan kiesverenigingen en uiteindelijk echte landelijke politieke partijen. De roep om een algemeen kiesrecht wordt steeds luider. Mensen gaan mede dankzij de oproepen van SDAP-leider Pieter Jelle Stroelstra massaal de straat op. Pas in 1917 komt er kiesrecht voor iedereen boven de 25. Behalve voor vrouwen. Die situatie wordt meteen belachelijk gemaakt. Hier is het stembureau. Vrouwen en kinderen doorlopen. En het zijn vooral de vrouwen zelf die van zich laten horen. De mannen kunnen wel op vrouwen stemmen. Zij zijn de eerste vrouwelijke Kamerleden. En hij is daar fel op tegen. Vanwege de stille invloed die de vrouw op de man kan uitoefenen. Toch stemt het parlement in 1919 in met stemrecht voor vrouwen. Met de vooruitgang groeit ook de strijd tussen maatschappelijke groeperingen. Begin 20e eeuw komt het parlement regelmatig onder zware druk te staan door al die tegengestelde meningen van de verzuilde samenleving. Vijf jaar lang is er geen parlement in Nederland. En is het Binnenhof in handen van de bezetter. Omdat gij ervan doordrongen zijt dat het nationaal socialisme en fascisme de toekomst is van het nieuwe Europa.
Na de oorlog pakt Nederland de draad weer op. Als belangrijk onderdeel van ons herstel gaan we nu weer als vrij volk onbelemmerd kiezen. De overheid krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van de burger. En er wordt nu ook op Europees niveau samengewerkt. Daarom worden beide kamers in 1956 uitgebreid. In de jaren 60 en 70 brokkelen de bestaande maatschappelijke en religieuze zuilen af en stemmen kiezers niet meer automatisch op de traditionele partijen. Er komen nieuwe partijen op, sommige verdwijnen ook weer. Die trend zet door tot en met vandaag de dag. Kiezers zweven vaker en laten hun stem door actuele kwesties bepalen. In 1972 wordt de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar 18 jaar. Ik zou het erg zonde vinden als mijn stem verloren ging. Ik stem ook omdat we hier in de democratie leven. Nog nooit konden zoveel mensen stemmen. En toch maken veel mensen daar nog geen gebruik van. De Staten-Generaal zijn en blijven een dynamisch instituut dat antwoord probeert te vinden op de vragen van de tijd. Wat worden de nieuwe vragen? Het is voorjaar 1815. De eerste zonnestralen schijnen door de gebrandschilderde ramen van Paleis Huis ten Bosch. De hofmaarschalk van de koning, Charles Guillaume, graaf de Merode Westerlo, klopt op de deur van de studeerkamer van koning Willem I. De koning kijkt op van zijn papieren. En dan ontrolt zich, zo stel ik mij voor, de volgende conversatie. Staat u mij toe, sire. J'ai un trait de génie. Zoals u weet wil de adel uit de zuidelijke Nederlanden graag betrokken blijven bij het bestuur van het land. Om dat te bereiken moeten wij zorgen dat de Staten-Generaal niet uit één, maar uit twee kamers bestaan. Van Hogendorp heeft aarzelingen, maar het creëren van twee kamers heeft zeker ook voordelen. Een subtiele suggestie met grote gevolgen. Die zomer legde een grondwetscommissie onder leiding van diezelfde van Hogendorp de constitutionele fundamenten voor de invoering van het tweekamerstelsel. Ter viering van dit stelsel zijn wij vandaag in Verenigde Vergadering bijeen. Zoals wij zojuist in beelden hebben gezien, waren de Staten-Generaal anno 1815 bepaald niet dezelfde als de Staten-Generaal anno nu. Ze hebben zich in de afgelopen 200 jaar steeds ontwikkeld en aangepast aan de eisen van de tijd. Rechtstreekse verkiezingen van de Tweede Kamer, verkiezingen van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten, ministeriële verantwoordelijkheid, vrouwenkiesrecht enzovoort. Reeds twee eeuwen vormen de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal een onmisbaar onderdeel van het systeem van checks en balances binnen onze rechtsstaat. Een systeem dat houdbaar is gebleken en waar wij trots op kunnen zijn. In een rechtsstaat is de overheid gebonden aan maat en regel en vertrouwen burgers erop dat ze fatsoenlijk worden behandeld. In een rechtsstaat is een ieder zonder uitzondering onderworpen aan het recht. In een rechtsstaat gelden fundamentele mensenrechten. En dat betekent dat er deugdelijke wetgeving moet zijn. Ten einde dat te bereiken is het van groot belang dat er in het parlement, Staten-Generaal, Tweede en Eerste Kamer, over wetgeving een open debat wordt gevoerd, waarin de argumenten van meerderheden en van minderheden worden gehoord en bediscussieerd. Het is de verantwoordelijkheid van de leden van het parlement om die argumenten te wegen en om wetgeving te toetsen aan de beginselen van onze democratische rechtsstaat. Die taak hebben de Kamers de afgelopen 200 jaar vervuld. Met vallen en opstaan, maar in relatieve harmonie en steeds in het belang van het volk dat zij vertegenwoordigen. De Kamers zijn sterk verweven met elkaar en in die verwevenheid complementair aan elkaar. Daarmee is het Nederlandse parlement een stabiel, staatkundig instituut.
als onderdeel van de scheiding der machten naast de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De rechtsstaat is echter, met de woorden van oud-collega Willem Witteveen, geen rustig bezit, geen huis waarin we onbezorgd kunnen gaan slapen. Ook voor het parlement geldt dat wij niet zelfgenoegzaam achterover mogen en kunnen leunen. Dit betekent dat wij, zeker op een memorabele dag als vandaag, ook vooruit moeten kijken. Hoe zullen de Staten-Generaal zich in de komende 200 jaar ontwikkelen? Zullen zij dan nog dezelfde rol vervullen als medewetgever en controleur van de regering? Of overruled Brussel de nationale parlementen? Volstaat ons huidige systeem van representatieve democratie? En is er bij democratie op landelijk niveau voldoende oog voor democratie op lokaal niveau? Deze en andere vraagstukken zullen in de toekomst om een antwoord vragen. Dit betekent dat het parlement zijn oren en ogen open moet houden voor ontwikkelingen in de maatschappij en de bereidheid moet hebben om mee te bewegen. What doesn't bend will break. Maar laat één ding helder zijn. Er is geen ultiem parlementair model. Parlementaire systemen zijn overal ter wereld een reflectie van de constitutionele geschiedenis en de ontwikkeling van een land en zijn bevolking. Dat geldt ook voor Nederland. Het is de opdracht van de politiek om enerzijds mee te bewegen met de tijd en anderzijds stabiliteit te garanderen en te bewaren. Alleen zo blijft onze rechtsstaat gehandhaafd. Ik denk niet dat hofmaarschalk Graaf de Merode, toen hij zijn suggestie deed in 1815, had kunnen voorzien dat het tweekamerstelsel 200 jaar later zijn verjaardag zou vieren. Feit is wel dat de oorspronkelijke gedachte van het tweekamerstelsel in 1815, en met de bewoordingen van nu valt dat aan te duiden als checks en balances, tot op de dag van vandaag onverminderd geldt. Dat is naar mijn stellige overtuiging de kracht van het Nederlandse bicamerale stelsel, een systeem van checks en balances in dienst van de rechtsstaat. Thank you.
Deur zelf vasthouden. Ja. Ah, dames, mag ik met jullie een selfie maken? Zeker. Oké. Even goed lachen, hè? Even een beetje dichterbij. Hé, hey, hartstikke bedankt. Dank u wel. Ja? Nee, niet 100 jaar. 200 jaar Staten-Generaal. Tegenwoordig kan iedereen volgen wat er in en om het Binnenhof gebeurt. Kamerleden slingeren hun eigen nieuws de wereld in. De camera is overal. De politici zijn dichterbij dan ooit. En of je wilt of niet, je komt ze overal tegen. Wat stemde u vroeger? D66. Okay. Snelle communicatie is nu een onmisbaar onderdeel van onze democratie. Politici weten wat er in het land gebeurt. Burgers weten wat er in de politiek gebeurt. Dat was in de beginjaren van ons tweekamerstelsel wel anders. Hoe kun je rond 1840 als burger in de provincie weten van, bijvoorbeeld, de machtsstrijd tussen koning en kamerleden? Of in 1848 van het begin van onze parlementaire democratie? De krant is te duur en te elitair. Nieuws kan alleen met paard en wagen verspreid worden. Of met de trage trekschuit. Maar vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verandert dit. Nederland moderniseert. Door het vervallen van belasting op kranten worden deze goedkoper en dus toegankelijker. Partijen geven zelf kranten uit en mobiliseren het volk. Vanaf nu kan iedereen lezen over de Kamerdebatten.
Spotprenten haken in op redevoeringen van Kamerleden. Politici kunnen zich steeds beter informeren over wat er in het land gebeurt. Via de telefoon en persoonlijk dankzij steeds sneller vervoer, over water, per spoor en via de weg. Begin 20e eeuw blijkt waar die snellere en betere communicatie toe kan leiden. Burgers uit het hele land gaan zich organiseren. Arbeiders sluiten zich aan bij vakbonden en in 1903 komt het tot een grote spoorwegstaking. De eis om betere arbeidsvoorwaarden leidt tot felle debatten. Niet alleen in de kamers, overal in het land. Politieke partijleiders reizen het hele land door om de bevolking met gloedvolle redevoeringen van hun gelijk te overtuigen. Politici krijgen daardoor landelijke bekendheid. Maar toch, alleen al door de ceremoniële kleding die Kamerleden tot 1940 dragen en de stijve foto's blijft de afstand tussen Kamerleden en burgers groot. Pas vanaf 1930 verschijnen er levendige, ongeposeerde foto's. De communicatielijnen tussen parlement en burger worden steeds korter en sneller. De politici dringen rechtstreeks de huiskamer binnen via de radio. Mijn fractie en ik zullen tegen het wetsontwerp stemmen. In 1955 dringen de televisiecamera's de kamers binnen. De journalisten gedragen zich voorbeeldig. Ik mag stellen, heeft u een goede reis gehad? We hebben een zeer voorspoedige reis gehad. Maar zoals altijd bij vooruitgang werden er stevige debatten gevoerd over de impact van de media. Maar ach, alles went. Steeds meer volksvertegenwoordigers zoeken de camera bewust op en vechten hun meningsverschillen in de volle openbaarheid uit. Ja, dat zou u wel willen. Oh, dat zult u dan zien. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. En de vooruitgang snelt onherroepelijk voort. In de jaren 70 hoeven schriftelijke stukken niet meer per post dankzij de telex en de fax. In de jaren 80 komt de computer. En eind jaren 90 het internet. De grote revolutie op communicatiegebied die alles versnelt tot op de dag van vandaag. In de 21e eeuw barst het digitale tijdperk in volle omvang los en lijken de communicatiemogelijkheden onbegrensd. Iedereen kan nu online met iedereen in debat. We zitten meer dan ooit op of onder elkaars huid. De politicus heeft een vrijwel open lijn met de burger en dat geldt ook andersom. Iedereen heeft tegenwoordig een directe stem in de politiek. Daarmee lijkt de afstand tussen burger en politiek minimaal geworden. Maar is dat ook echt zo? De Tweede Kamer heeft altijd een publieke tribune gehad. De architecten van de Grondwet vonden, heel modern voor hun tijd, dat het politieke debat openbaar moest zijn. Maar in hun optiek was die tribune symbolisch. Ze gingen ervan uit dat er vooral journalisten zouden zitten. Die waren de oren en ogen van de samenleving en konden het land vertellen hoe parlementaire beslissingen tot stand waren gekomen. Jacob en Isaac Belinfante waren samen met Moses Vasdias de eerste die vanuit de Kamer de belangrijke kranten voorzagen van parlementair nieuws en politieke analyses. Het debat, en dus ook hun berichtgeving, ging toen vooral over economische en bestuurlijke zaken. Anno 2015 praten we in het parlement over alles wat mensen bezighoudt. Over de kansen en bedreigingen die zij zien, over de lange lijnen en over actuele vraagstukken. Ons parlementair systeem is veerkrachtig. Het weet zich steeds opnieuw te voegen naar de heersende tijdsgeest. Het Kamerwerk sluit aan bij wat er leeft op straat. En wat de maatschappelijke of politieke kwesties ook zijn, volksvertegenwoordigers hebben er een opvatting over. En zo hoort het ook. Inmiddels reikt onze publieke tribune tot in iedere huiskamer. Alles wat we in de Tweede Kamer doen, is direct te volgen via internet. En daarnaast hebben Kamerleden tal van podia om hun mening onder de aandacht te brengen.
Je kunt stellen dat niemand kan ontkomen aan de mening van politici, die ze communiceren voorafgaand aan en tijdens Kamerdebatten. Hoe die meningen zich verhouden tot de besluiten die worden genomen, is voor veel mensen vaak minder inzichtelijk. Standpunten vertalen zich niet per se één op één in besluitvorming. Het Nederlands parlement besluit immers met meerderheden. Iedere politieke partij voert het debat vanuit de eigen opvattingen over de samenleving. Ieder Kamerlid vertolkt de stem van zijn of haar eigen partij. Maar om besluiten te kunnen nemen, zijn Kamerleden op elkaar aangewezen. Samen verdedigen zij de belangen van bijna 17 miljoen Nederlanders. Ook van hen die niet mochten, niet konden of niet gingen stemmen. Het debat in de Kamer is de belangrijkste schakel in het samenbrengen van alle meningen en standpunten. Daar gaan volksvertegenwoordigers er met elkaar over in discussie. Daar wegen ze de belangen tegen elkaar af. En daar moeten ze tot consensus komen. Niet door een numerieke optelsom te maken van ja's en nee's, maar op een manier waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Je kneedt en schaaft met elkaar tot je een besluit hebt waar misschien niet iedereen zich voor de volle 100% in herkent, maar waarin de meerderheid zich vertegenwoordigd voelt. Omdat het in essentie het doel dient wat we allemaal voorstaan. Het algemeen belang. De afstand tussen het parlement en de samenleving lijkt kleiner dan ooit. Mensen weten precies wat politici vinden. Maar wat niet mag worden vergeten, is dat die meningen geen eindstation zijn. Ze zijn het vertrekpunt, de basis van ons debat. Het debat zelf, waar al die meningen samenkomen en de uitkomst ervan, dat is voor mij de kern van onze parlementaire democratie. Samen met andere fundamentele waarden als persoonlijke vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en rechtsbescherming. Die democratie is een levend systeem waarin volop ruimte was en is voor verandering, emancipatie en modernisering. Maar wat in 1815 in onze grondwet is vastgelegd, geldt vandaag de dag nog steeds. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Onze toekomst ligt dus besloten in wat er al 200 jaar is. Seems lost, still inside. Wrecked is love.
struggle of moving on. These are days as they come. As he picks up a box and he leaves for the final time, they'll always be entwined. Aan het woord nu. Dit pikken we niet. Bent u daartoe bereid? Ik had daar een andere gedachte van. Nou, dat is dan prima. Het is laat. In de afgelopen 200 jaar is de rol van de overheid in ons leven steeds groter geworden. Dus kregen de Kamerleden en de regering in de loop der jaren steeds meer te doen. Want aan elke nieuwe wet of verandering in een wet gaan meestal lange en felle debatten vooraf. Ook op het gebied van sociale wetgeving. 2 jaartjes omhoog naar 67. Dat is een dramatische maatregel die enorm veel impact heeft. De burger vindt het inmiddels volstrekt normaal dat de zorg voor ons allemaal, voor mensen met en zonder werk, zieken, ouderen en mensen met weinig inkomen, wettelijk is geregeld. Ik wil graag dat ze je helpen bij douchen, hè? Hoe anders was dat in de 19e eeuw? De kerk en liefdadigheidsinstellingen bekommerden zich om ons welzijn, niet de staat. Dat veranderde tijdens de industriële revolutie. Fabrieksarbeiders en hun kinderen werkten voor een hongerloontje onder erbarmelijke omstandigheden. Tweede Kamerleden stelden zich op de hoogte en besloten dat er sociale wetgeving moest komen. Maar waar te beginnen en hoe moest die wetgeving eruit zien? De verschillende Kamerleden stonden lijnrecht tegenover elkaar. Zo kwam er in 1874 het kinderwetje van het jonge Kamerlid van Houten. Werken mag pas vanaf 12 jaar. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Kamerlid Thorbecke bijvoorbeeld protesteerde vlak voor zijn dood nog heftig tegen deze overheidsbemoeienis. Een effectievere wet tegen kinderarbeid was de leerplichtwet van 1901. Omdat 1 Kamerlid van zijn paard was gevallen, werd de wet met 1 stemverschil aangenomen. De jonge arbeidertjes zaten vanaf nu in de klas. 2 wereldoorlogen gingen voorbij voordat er meer sociale wetgeving kwam. In 1947 stemmen vrijwel de gehele Eerste en Tweede Kamer in met een noodvoorziening voor ouden van dagen. In 1956 wordt deze tijdens het tweede kabinet Drees omgevormd tot de Algemene Ouderdomswet, na felle betogen van voor- en tegenstemmers. In een korte verklaring deelde dominee Zand mede dat de staatkundige gereformeerden het wetsontwerp onder meer niet konden aanvaarden, omdat het onmiskenbaar het karakter van staatssocialisme vertoont. Natuurlijk, wij zijn er verheugd over dat na jarenlange verdeeldheid en strijd de verzorging van de ouderen van dagen een aanmerkelijke verbetering zal ondergaan. De Kamervoorzitter zei daarop het volgende. Als de regering en de Kamer geluk met het standgenomen wetsontwerp, waardoor de ongelukkige woordcombinatie oud en arm zal zijn verdwenen. Dankzij de AOW is iedereen boven de 65 verzekerd van een staatspensioen.
Willem Drees, PvdA, wordt de held van een generatie. Inmiddels waren er ook al een werkloosheidswet aangenomen. En in 1965 de Algemene Bijstandswet. En in 1966 de Wet op de Arbeidsongeschiktheid, de WAO. Vanaf dan is er geen houden meer aan. Wet voor wet breidt onze verzorgingsstaat zich uit. Elke nieuwe wet geeft spanning tussen kabinet en parlement, pittige discussies, amendementen en talloze kritische vragen in de kamers. De Nederlanders vinden al die verworven rechten normaal en eisen ze steeds vaker luidruchtig op. Van de WW tot 90% van het laatst verdiende loon. In het ziekenfonds. Vanaf de 70er en 80er jaren klinken er ook kritische stemmen in het parlement. Is onze verzorgingsstaat nog wel houdbaar? Begin deze eeuw wordt die kritiek nog luider, versterkt door de wereldwijde crisis. Sommige partijen willen hervormen, andere beslist niet. Weer is de vraag hoe, waar te beginnen, wie moet wat betalen? Het debat over de toekomst van de AOW. De VVD steunt de AOW-leeftijdsverhoging. U denkt dat het verhogen van de AOW-leeftijd de arbeidsparticipatie zal doen toenemen. Dat is helemaal niet waar. En in de 20e eeuw voorzag Drees dat aanpassing nodig was. Veel partijen zijn het met de regering eens dat de burger weer meer voor zichzelf en zijn naasten moet zorgen. Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Maar hoe die nieuwe samenleving eruit gaat zien, wat de taak van de overheid is en wat burgers zelf kunnen doen, wordt in onze parlementaire democratie voornamelijk door de burgers zelf bepaald. Via de door hen gekozen volksvertegenwoordigers. Wat wordt de rol van de overheid in de samenleving van de toekomst? Majesteit, mevrouw de voorzitter, excellenties, dames en heren, en natuurlijk, en ik gebruik deze formulering met enige schroom, leden van de Staten-Generaal. Laat ik met het belangrijkste beginnen. Namens het kabinet feliciteer ik de Eerste en Tweede Kamer met het 200-jarig bestaan. Een jubileum dat het verdient om gevierd te worden. Soms kraakt en knettert het op en rond het Binnenhof. Maar we hebben wel een parlementaire democratie om trots op te zijn. En zuinig. Want als de actualiteit van MH17 en de Syrische vluchtelingen één ding onderstreept, is het dat democratie, vrijheid en rechtsstatelijkheid fundamenteel zijn voor de kracht van een land. We zagen net in het filmpje hoe in Nederland in 200 jaar een voorzieningenstelsel is opgebouwd dat zijn weerga in de wereld nauwelijks kent. Dat is een collectief succes van onze parlementaire democratie. Er zijn namen aan verbonden van liberalen als, inderdaad, we zagen hem, Sam van Houten. Van sociaaldemocraten als natuurlijk Willem Drees. En van christendemocraten als Marga Klompé. Die volgens de overlevering door haar collega Jozef Luns onze lieve vrouwen van eeuwigdurende bijstand werd genoemd. Ze deed er overigens zelf nooit een beroep op. Vadertje Drees, die 101 werd, heeft wel de nodige jaren van zijn AOW genoten. Overigens, zeg ik, volkomen verdiend. En als verstandige, want zuinige sociaaldemocraat voorzag hij bij de invoering al dat de pensioenleeftijd mee moest groeien met de levensverwachting. En dat was natuurlijk een wijs advies. En zo is alles wat in die 200 jaar is bereikt niet toe te schrijven aan één partij, aan één stroming, maar aan het grote geheel. In Nederland worden wetten altijd ondersteund door verschillende partijen. En terugblikkend is dat misschien wel de grootste kracht van ons parlementaire stelsel. De gerichtheid op samenwerking en de gemeenschappelijke grond die er uiteindelijk bijna altijd is. Het verstandige compromis is nooit ver weg en het heeft ons geen windeieren gelegd. We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. En dat hebben we met elkaar opgebouwd. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het ook zo blijft. Wetten, regels en voorzieningen die vragen altijd om onderhoud. Ze moeten steeds weer worden aangepast aan veranderende wensen van mensen en veranderende eisen van de tijd. Alleen op die manier houden we
het prachtige land dat we hebben. En zo gaan continuïteit en verandering altijd samen. Net als 200 jaar geleden. Toen met het nieuwe tweekamerstelsel uit de grondwet van 1815... de vertrouwde term Staten-Generaal uit de tijd van de Republiek gehandhaafd bleef... met opnieuw het Binnenhof als vergaderplaats. Als de parlementariërs van 1815 hadden kunnen zien hoe Nederland er vandaag de dag uitziet... hadden ze hun ogen niet kunnen geloven. Ruimtelijk, sociaal, politiek, technologisch, economisch. Alles is compleet anders dan toen. En wat de komende 200 jaar ook brengen... dat veranderingsproces zal doorgaan. Continu. En laten we daar niet bang voor zijn. Maar samen alles blijven doen wat nodig is... om onze rechtsstaat, onze economie en onze samenleving... sterk en bij de tijd te houden. En ik meen... dat we voldoende reden hebben om op die toekomst te vertrouwen. Met een economie die nummer 5 staat in de mondiale top 10. Met een land van sterke instellingen en een samenleving vol mensen die iets voor elkaar over hebben. En met een parlementaire democratie die ons ver heeft gebracht en nog verder zal brengen. Juist in deze tijd, waarin mensen zich onzeker voelen en tegenstellingen lijken te groeien, moet de parlementaire democratie... zijn bindende kracht tonen. Dat is ook de oproep die koning Willem I deed in de troonrede... van precies 200 jaar geleden op 16 oktober 1815. Hij vroeg de leden van de Staten-Generaal, toen nog edelmogende heren... eendrachtige behartiging van het volksbelang... en om allerwege de kalmte in de gemoederen te bewaren. Ons stelsel heeft zijn grote waarde sindsdien meer dan bewezen... 200 jaar Staten-Generaal is 200 jaar werken in dienst van, de voorzitter van de Tweede Kamer zei het al, het algemeen belang. En bij zo'n bijzondere verjaardag past in dit huis maar één wens die ik u en de Nederlandse samenleving van harte gun. Lang leven de Staten-Generaal. Dank u.
for the lives of tomorrow, for the boiling love and sorrow. The end, it's only the life that owns me. To agree, to disagree, find a way to be on the same page. When the battle left and right will keep you up at night. To agree, to disagree, find a way to be on the same page. When the battle left and right will keep you up at night. Tomorrow the sun will shine. Tomorrow you'll keep up the light. Tomorrow I'll give my side to you. Tot afsluiting van deze bijzondere verenigde vergadering. Ik dank zijn de majesteit en al onze andere gasten voor hun aanwezigheid. Ik dank alle artiesten voor hun bijzondere bijdragen. Ook dank ik de medewerkers van de Eerste en Tweede Kamer die deze bijzondere verenigde vergadering hebben voorbereid en in ieder die hieraan heeft meegewerkt. Bij het vertrek van zijn majesteit zal zo dadelijk het ensemble van het residentieorkest de speciaal door Johan de Meij voor deze gelegenheid gecomponeerde hymne voor de Staten-Generaal ten gehore brengen voor de muzikale uittocht. De vergadering is gesloten. Thank you.
En met deze hymne voor de Staten-Generaal, speciaal geschreven door Johan de Meij en uitgevoerd door het Koperquintet van het Residentieorkest, eindigt de viering van 200 jaar Eerste en Tweede Kamer. Vanuit de Ridderzaal in Den Haag wens ik u een hele fijne middag.